De verkiezing voor een nieuw bestuur van de Algemene Bond van Personeel in Dienst van het Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis ABPLAZ wordt op 31 maart gehouden. Dit zegt Lloyd Pool, kandidaat bij deze verkiezing, in een interview met onze nieuwsdienst. Pool zegt verder dat hij en zijn overige bestuursgenoten het oude bestuur ertoe hebben bewogen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Volgens de statuten van de bond moet er om de 3 jaar een bestuursverkiezing worden gehouden. Dat is in 15 jaar niet gebeurd, hetgeen tot grote ontevredenheid heeft geleid bij de leden, zegt Pool. Op de werkvloer is er veel ontevredenheid van de leden uit. Die impulsen zijn gegeven aan het bestuur, maar het bestuur deed er niets mee. Toch? Dus op den duur hebben we besloten, wij die het weten, die het hoort, want de leden zijn onwetend, ze hebben geen statuten, geen huishoudelijk reglement. Dus ze wisten eigenlijk niet hoe ze het bestuur ertoe moesten bewegen om de verkiezingen toch uit te schrijven. Wij die het weten hebben we dan het besluit genomen om dat te doen. Lloyd Pool, die verder aangeeft dat hij en zijn teamgenoten de ABPLAZ tot grotere hoogte willen brengen, door onder andere de eenheid te waarborgen onder de leden.